Hey mensen, tof dat jullie kijken. Vandaag de top 10. Welkom op Ultra Jeff. En ik ben hier met... HD Gaming. En we gaan de top 10 topscorers. Topscorers van de Eredivisie alle tijden kijken. En zal ik het voorlezen, de eerste? Oh ja. De eerste is... Cor van der... Kom hier in beeld. Jij. Je bent helemaal niet in beeld. Kom in beeld. Je moet in beeld... Ook hier niet beter kunnen zitten, Jeff, hier. Goed. We hebben beter de muiskontrol. Even wisselen. We gaan even werken op je. Zo. Like op deze video. Ja, oké, daar gaan we. De eerste 10 is van Cor van der Geep. Maar niet naar achter me blij. Huh? Dat is dus ding kapot. Niet naar die kant doen. Waar val je? Oh ja, oké. De eerste is Cor van der Geep. Cor van der Geep speelde in de beginjaren van de Eredivisie voor Feyenoord. En blauw-wit. Hij scoorde in totaal 162 doelpunten in de competitieverband. Wat hem tot de meest productieve Feyenoord-speler uit de professionele periode maakt. Zo. Vooral Feyenoord, dat is goed. Nou ja. Nu komt 9. Leo van Veen. Leo van Veen lijkt een verrassende naam in deze lijst. En de nadagen van zijn... Wat? Van zijn carrière speelde hij bij Ajax namelijk 1 seizoen als libero. Utrecht was lang... Ja, hij is nu tijd, bij, hij was in aanvaller. En 8, Sjaak Zwart, Mr. Ajax, heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij de complete carrière bij de Amsterdamse club speelde. En zijn 17e seizoen maakte hij de opkomst van Ajax tot het meest succesvolste. Dat is hij? Ja, dat is hij. En hij scoorde 175 doelpunten. Uit de geschiedenis van en daarom maakt hij de geschiedenis van Ajax. En nu komt Peter Houtman. Als 7e. Mooie snor. Na 4 succesvolle seizoenen bij FC Groningen werd Peter Houtman in 1982 door Feyenoord gekocht. Ja! De club. Ja, dan ga ik niet ver. Waar hij 16 seizoenen speelde bij club als Excelsior FC Den Haag. Adidas. Hij is dus Feyenoord. Henk Groot. Er zijn spelers die zowel voor Ajax als Feyenoord spelen, maar alleen Henk Groot en Arnold Scholten hebben eerst in Amsterdam gespeeld, dan in Rotterdam. Om vervolgens weer terug te keren naar Amsterdam. Hij is best groot, snap je hem, Henk Groot. 5. Tony van der Linden. Kijk, de Utrechtse club, DOS, door oefening sterk bestaat niet meer. In 1970... verseerde de club tot FC Utrecht. In 1958 werd de club landskampioen. En een belangrijk rol daarbij gespeeld door aanvaller Tony van der Linden. Waar hij tot 204 keer tot scoren kwam. 4. Kees Kist. Kees Kist was een vele scoorde aanvaller die vooral bekend stond om zijn keiharde schot. Oké. Okay. En nu komt mij de beste. Ja, dus zeg maar, dat doe aan plaats toch? Wie de beste is. Ja, dat is eigenlijk een legende. Hij is nu heel ziek. Hij heeft namelijk longkanker. En weten jullie al denk ik wie het is? Het is namelijk Johan Cruijff. Ik wil Johan Cruijff ook sterkte wensen. En zijn hele familie. Waarschijnlijk kijkt hij de video niet, maar toch sterkte. Maar toch sterkte. En hij heeft ook vette schoenen. Ja, hij heeft vette schoenen. Cruijff. En dan gaan we nu... even voorlezen. De beste Nederlandse voetballer alle tijden groeide op in de buurt van het Ajax-stadion. Hij scoorde bij zijn debuut voor Ajax in 1664 meteen. Nieuwe... Wanneer komt de beste team? PSV. In totaal scoorde Cruijff 215 doelpunten in de Eredivisie. Oké, 2. Ruud Geels. Die vroeg niet na. Ruud Geels was een zeer fanatieke centrumspits. En hij heeft... Doelpunten met de hoofd. Waarbij hij in Nederland speelde voor Telstar, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV en NAC. Bij Ajax werd Geels 4 keer achter elkaar topscorer van de Eredivisie. PSV is gewoon de beste. Oké, 1. Willy van der Keulen. Mr. PSV verdient deze wel. Okay. Nee, verder. Ja, dat was... dit was de top... Nee, de eerste is belangrijk. Dit was de top 10. Abonneer op Ultra Jeff en abonneer op HD Gaming. En je moet wel opzoeken JH Gaming. Like en abonneer. Kan je het niet vinden. Like en abonneer. Wat? Oké, je hebt zelfs een film
top 10 erotieke films. Goed, maar we gaan nu... Maar we gaan nu stoppen. Hup, mensen, bedankt voor het kijken. Morgen komt mijn video online in de vlog. / een review eigenlijk. Schrijf me hieronder als je meer top 10 wil. Ja, en welke top 10 leuk lijkt om te weten. Ja, en dan zeggen we... Wat? Je hebt ook zelfs tot 10 moordaanslagen die de wereld schokkeerden. Wow, 10 alledaagse fenomenen. Top 10 snelste hondenrassen. Dat is de sterkste merken ter wereld. Oké. Nou, dank jullie wel mensen voor het kijken. En dan zeg ik... Hoi je. Hoi je en tot ziens.